Op 19 september dan gaat de film over topcrimineel John Jansen uit Breda in première. Jansen was lid van de beruchte Juliette-bende. De groep stond in de jaren 90 terecht voor harshandel, ontvoering en afpersing. Jansen gooide zijn leven drastisch om, zo gaf hij veel geld aan de voedselbank. En in de film vertelt Jansen over zijn passie om anderen te helpen. Hij gaat in Breda in première.